nieuwe video. Ik heb vandaag een video met Oza. Wij hebben al één deel opgenomen voor haar kanaal. We hebben namelijk een 5K's mukbang. En we gaan nu verder met deel 2 op mijn kanaal. Yes. Dus heb je deel 1 nog niet gekeken? Ik zet hem even hieronder in de beschrijving dat je die eerst kan zien. Anders is het een beetje gek. Ja, ik heb nog een hamburger. En jij hebt nog een dat. En we hebben ook vragen gesteld. Ik denk dat ik heel veel dezelfde vragen heb. Er zijn ook al heel veel vragen beantwoord in Roze's video's. Als je denkt van waarom had je dat nog niet, beantwoord je dat niet. Waarschijnlijk is het al in haar. Oh, deze wel. Favoriete designermerk. Ah. Maar ik vind Scotchies ook best wel. Ja, dat heb ik ook. Ja, mensen vinden het, ja, het is misschien goedkoper, maar het is wel een designermerk. Ja. Ja, voor mij zou het dan Scotch zijn, want verder heb ik ook echt oprecht niet heel veel dure dingen ook of zo. Echt designers. Want Zara is echt. Weet je, er zit wel designer achter, maar het is een designermerk. Eigenlijk zijn alle merken designermerken, hè? Maar er zit overal designer achter die ik maak. Ja, ja. Nou, maar nee. Ik denk dan, als schoenen zou bij mij mijn favoriet kan zijn dat van Isabel Marant. Ja. Maar qua kleding vind je zoiets gewoon leuk. Ja. Maar ik vind dat echt een designermerk, weet ik niet. Maar. Next. Oh, favoriete Netflix serie. Mm. Ik heb er dus echt maar heel weinig gekeken. Ik heb gewoon een paar favorieten en die kijk ik gewoon altijd opnieuw. Ik heb Gossip Girl heel vaak opnieuw gekeken. Mm-hmm. En nu kijk ik Riverdale en Dynasty. Maar dat is nu een winterweek, dus dat vind ik leuk. Maar dat vind ik wel heel leuk. Ja, ik heb Gossip Girl heel vaak gezien, Pretty Little Liars heel vaak gezien. Ja. Maar Riverdale had ik dus alleen maar seizoen 1 ging. En ik kom gewoon niet aan seizoen 2, zeg maar. Dan Alles leuk. Ik kijk nu altijd Goede Tijden. Ja, dat heb ik ook gedaan. En ik kijk nu met Miu samen met Pinoza. En ik heb Flikken Maastricht. Ja, ik hou heel erg van Nederlanders. Ja, ik ook. Ik vind dat heel fijn. Daarom vind ik ook chill dat het Videoland op de kamer staat. Maar ik vind Videoland eigenlijk chiller op Netflix. Ik ook. Ik kijk bijna nooit meer Netflix. Nee, ik alleen voor Riverdale en dan Dynasty. En Videoland is lekker goedkoop. Vind ik. Ja. En alles staat erop. Ja, dat is het inderdaad. Want ook heel veel dingen die, zeg maar echt films en zo, die ook op Netflix staan, staan daar ook op. Mm-hmm. Dus dat is heel gewoon chill. Wel komt vanaf midden januari of zo, volgens mij, alle films van 50 Shades op Netflix staan. Mm-hmm. Ja, maar ja, ik heb ook popcorn bij. Mm. Daar zit het ook allemaal op. Maar dat vind ik zo chill, ja, het is illegaal, maar. Ik had dat dus op mijn oude laptop gedownload, echt een paar jaar geleden. Maar daar is mijn laptop dus zo langzaam van geworden. Echt? Ja. Oh. Ik durfde het echt niet op mijn MacBook te downloaden. Nee, maar mijn laptop loopt best wel vaak vast. Maar dat is ook omdat ik voor school een aantal programma's van Adobe erop heb staan. Ja. En die zijn heel zwaar. Maar ik kijk bijvoorbeeld zo. Ik kijk er bijvoorbeeld wel echt veel dingen op. En ook gewoon films die net uit de bioscoop. Ken je die film Peppermint? Ja. Ja, die zet er ook op. Oh, zo'n leuke film. Echt heel leuk. Ja, ik heb dus mijn oude laptop. Ik dacht dus dat ik kan daar popcorn aan kijken. Want die is toch wel vol. Ja. Maar die krijg ik dus niet meer aan. Maar ik durf het gewoon echt niet op mijn MacBook te downloaden of zo. Nee. En gewoon. Hoeveel kinderen wil je later? Ik wil er 2. Ik ook. 2 of 2. Ja. Maar ik hou niet van oneven getallen. Dus dan als je dan 3 kinderen hebt, dan is 5. Ja. Nou. Altijd... Had je jullie dat met Elien naar een pretpark ging dat er altijd eentje alleen was of zo? Ja, nu naar een pretpark. Ja. En als ze gingen, gingen we altijd met meer dan families. Oh ja. Ja. Maar dan moest er een vriendje of vriendinnetje van iemand mee. Oh ja. Ja, ik heb wel 2 of zo. En ik vind wel... Ja, 2. Eén vind ik niet leuk. Nee, want dat is zo zie. Ja. Maar ik heb ook denk ik, als je er 3 hebt, dan moet je die aandacht verdelen. Ja. En er is denk ik altijd 1 iemand die minder aandacht heeft. Net zoals als je een vriendinnengroep hebt van 3. Je hebt ook 1 iemand die er een beetje bij ja. Ja. Ja, is wel zo. Ja. Maar ik weet, ik hoop gewoon wel dat het dan 1 jongen en 1 meisje is. Ja, en ik wil wel eerst de jongen en daarna een meisje. Ja, dat maakt me niet eens zo heel veel uit, maar ik wil niet 2 jongen. Ja, dat wil ik ook echt niet. Ja. Ik wil liever 2 meisjes. Ja, dat heb ik ook. Ja. Voornemens voor 2019, nee, ik doe niet dat voor nou, ik heb niet echt een voornemen, maar ik wil gewoon dan beter kunnen sparen. Ik zeg het elk jaar. En nu, gisteren had ik het met mijn broer, want ik ging gisteren naar de stad met mijn broer. En hij werd gewoon boos op mij. Hij zei, Roos, als je sparen, doe het dan ook. Hij zegt, ja, je hebt nu geld gehad en het is er nu alweer vanaf. Ja, oeps. So far 2019. Ja, ik doe niet even goede voornemens, weet je. Je kan dus zeggen, ik wil vaker sporten, maar dat kan je ook beginnen op 11 juli, ja. Dus niet op 1 januari. En meestal doe je dat toch niet. Of 1 week dan. Ja. Ik heb wel dat ik zeg maar, ik wil wel heel graag mijn rijbewijs halen. Ja, dat heb ik en ook wel, ja. Ik wil heel graag mijn vakantie kunnen betalen. En ja, dat soort dingen, ja, weet je. Dat heb ik ook wel. En met jou op vakantie? Ja.
Weet je wel waarheen? Nou, we zitten het vijf is in Ibiza, Zakynthos, Summer Island Robben. Mm-hmm. En ja, Sicilië en Sardinië, weet je dat wel. Nou, ik wil heel graag naar Santorini, heel graag. Ja. En in Griekenland is eten heel goedkoop. Ja, maar dan weet je, want Joep is daar ook al geweest en hij zegt, ja weet je, als je naar Griekenland gaat, je gaat je echt vervelen als je op één eiland blijft. Dus je moet eigenlijk gaan eiland hoppen. Ja. Dus gewoon een paar eilanden pakken. Ja, een vriendinnetje van mij uit de klas, die ging dus kijken met haar vriend en die had dus een hotel gevonden in Dubai. Met vliegtuig en alles erbij. 700 euro. Wat? Ja. Ik heb ook naar haar gevraagd van stuur naar me toe. Ja, maar is het dan niet een gekke airline dat je halverwege ergens in de oceaan landt? Ik weet het niet. Maar stel dat ik echt op toei sta, ja, dat en subsidies en zo, weet je. Dan zou ik het echt wel winnen. Ja, tuurlijk. Daar word ik echt wel een beetje voor spaar. Maar als het Asian Airlines is of zo, nou, dan zou ik dat niet doen. Een beetje zeker dat het groot komt. Ja, want ik heb heel erg vliegangst. Huh? Ja, heel erg. Dus ik vind, afgelopen vakantie, ik ben nog nooit uit Europa op vakantie geweest. Ik ook niet. Het verste was in Canada afgelopen vakantie, dat was 5 uur vliegen. Maar met een, zeg maar, een tijdsverschil was het 4 uur. Ja. Maar eigenlijk 5 uur. Want ik lig gewoon ter hoogte van Afrika eigenlijk, maar het is gewoon wel in Europa. Maar ik vond het zo eng gewoon, om zo lang te moeten vliegen. Ik was echt gewoon nog een halverwege de benzine op, was helemaal gewoon neer zo'n soort, ja. Ik heb hele heet, maar ik kan ook bijvoorbeeld niet slapen in een vliegtuig. Ik ben veel te veel gestrest. Ik kan niet plassen in een vliegtuig, ik kan dat niet. Ik ook bijna nooit. Ik ga alleen als ik heel nodig moet. Ik weet niet waarom, maar ik kan gewoon echt ik ga niet. Ga meestal voor dat ze gaan vliegen en als we daar aankomen. Ik ook, en ik drink ook niks in vliegen, maar ik kan ook niet te plassen. Ik een colaatje. Mijn vader heeft ook nog vliegangst en hij gaat altijd alcohol drinken in het vliegtuig. Echt? Afgelopen week was hij voor werk naar Engeland. Dus had heel erg turbulent op terugweg. Zij zei, daar heb je dan een extra bijtje. Ja. Ik ben ook nog nooit bij Europa. Ik was dan het verste wat ik ben ook ben geweest is voor de Ventura. Ook aan de andere zijde. Ja, verder ook niet. Ja. Ik wil zo graag naar Bali. Mm-hmm. Maar het is wel. Tegenwoordig gaat iedereen naar Bali. Ja, dat wel. Net zoals eerst was het echt Ibiza, was echt een ding. En nu is het een beetje Bali en zo. Maar in Dubai ook heel erg. Ja. Ik wil heel graag naar Thailand. Het lijkt me zo. Of Mexico. Of ja. Ja. Ja, fucking gaaf. Maar weet je wat met dat soort dingen is? Vaak is het verblijf daar heel goedkoop. Maar de vliegreis is gewoon echt peperduur. Dat was ook mijn zus was daarin geweest vorig jaar, voorjaarsvakantie. Zij was met een paar vrienden. Dus een enorme villa met housekeeping. 16 euro per persoon per nacht. Dat is geen geld. Dat is echt helemaal niks. Het was gewoon een week, was je gewoon nog bijna 100 euro kwijt. Maar ja, dan vliegt ja, het met 600 euro of zo. Ja. Alleen dan gaat je geld wel weg. Mm-hmm. Willen jullie na het MBO nog een HBO gaan doen? Ja, ik wel. Ja, ik ook. Ik weet nog niet wat. Maar ik ook niet. Ik wil sowieso niet dit blijven doen. Nee, ik denk het ook niet. Ik heb zeg maar, ik vind het voor nu wel leuk, maar ik zou er echt niet meer op kunnen. Nee, dus het is wel voor om een diploma erin te halen. Ja, gewoon om wat te doen, zeg maar. Ja, maar het is inderdaad ook. Zeg maar, productmanager, je kan er niet heel veel mee. Ja, je kan bij een merk als productmanager gaan werken, maar je verdient echt onder het gemiddelde. Zo'n specialist ook, je geen drol of je. Ja, dat is helemaal je eigen bedrijf. Ja, maar ja, dat is ook weer een hele onderneming natuurlijk. Daar moet je ook maar zin in hebben. Ja, ik zit heel erg tegen aan de PABO, maar ik hoor van mensen dat PABO helemaal geen leuke opleiding is. Of binnenhuisarchitect lijkt me ook heel leuk. Ja, daar zat ik dus ook aan te twijfelen met MBO, zeg maar, in Amsterdam, het HMC, zeg maar. En op het Jan de Boffie College in Amsterdam. Ja, is het. Want daar heb je natuurlijk ook heel veel verschillende opleidingen, ook bij wonen. Dus ik wil eigenlijk daar iets doen, want het is eigenlijk bijna hetzelfde als mijn opleiding. Maar ik hoorde al van heel veel mensen, moet je niet doen, het is niet leuk daar. Dus ik had daar mijn intake en dat vond ik ook al helemaal niet leuk. Een vriendin van mij zat er ook en die is ook al vorig jaar gestopt. Echt? Ja, dat vond ik helemaal niet leuk. Dus achteraf en toen, letterlijk, school was al begonnen en toen had ik pas hier op mijn intake. Echt? Ja, want in de vakantie lees geen intakes meer. Mm. Dus ik kom pas in. Martje, dus niet voor de zomervakantie je kennis maken met de klas en zo. Ik kwam ook echt. Ze hadden al schooldag of twee, als twee. Ze hadden de introductie, ik was al bijna afgelopen. Toen kwam ik er. Ja. Ik zat weer in de klas. Ja. Ik had nog geen keuze gemaakt. Ja. Hoe kwam het dat je met een YouTube-kanaal begon? Want jij bent echt wel heel lang. Hoe lang heb jij al? Echt al 4 jaar, denk ik. Echt? Ja, zeker wel. Maar in het begin gaat het denk ik best wel lastig. Ja, ja. Want toen was het nog niet echt bekend. Nee, ik kwam ook heel jong, dus ik had ook niet echt het geld om een kamer te kopen. Dus ik alles met mijn telefoon, met een iPad, weet je wel. Daar had ik zo'n uitklappen, zo'n echt zo'n filmkamertje, de oude van mijn moeder, zeg maar. Dat was ook super slecht, weet je.
Ik denk ook vooral als je hele gewoon echt slechte kwaliteit hebt, dan gaan mensen ook niet zeggen van nee, ik ga hier nog een keer naar kijken. Nee. Ik heb dat zelf ook, als ik gewoon een video kijk en ik irriteer me gewoon matig aan de kwaliteit, dan kijk je er ook niet met plezier naar, maar nee. Gewoon te onscherp, te... Ja, ik had wel eerst ook gewoon met mijn telefoon filmen. Ja, maar dat toen... zag ik ook zo helemaal niet, hè? Nee, het viel best wel mee op zich, maar ik filmde heel erg met zeg maar, deze camera. Ook als ik dan mezelf filmde, denk ik gewoon zo. En toen rond mei of zo dacht ik van, had ik met mijn ouders erover en toen zei ik van... Ja, ik wil nu wel een camera kopen. En toen ging opeens, kwam er echt opeens allemaal mensen bij staan. Ik dacht, oké, lekker. Ja. Ja, maar dat had ik ook. Want toen mijn camera kapot was, dacht ik, nee, fuck. En toen dacht ik van, maar jij hebt natuurlijk ook een tijdje van, nou, dat was gewoon prima kwaliteit. Ja. Maar, weet je, ik doe dat ook wel top. Maar bij jou was het ook, ja, je zag natuurlijk wel dat het anders was in de camera, maar het was niet storen. Nee, precies, dat vond ik ook wel. Maar dat is, ik denk als je met een iPhone 4 gaat filmen, dat je dan wel echt zoiets hebt, wat moet jij ook weten? Ja, zo'n beetje, zo'n aantrekking. Ja. Ja, nee, dat denk ik ook wel inderdaad. Wanneer zijn jullie jarig? Jij bent net jarig. Ik ben net jarig geweest, ik ben 6 december jarig. Jij bent al bijna jarig. Ja, 13 februari. Ja, 19. Ja. Ik had er gisteren, met wie had ik het er nou over? Vorige week of zo dat ik 19 was, dat mensen echt dachten dat ik misschien 15 jaar word of zo. Ja, heb je dat ook altijd jonger wordt geschat? Mm-hmm. Ja. Altijd. Want ik ga altijd kinderen zwemmen, dus ik heb echt geen make-up op. Ja. En mijn haar staat door het water en ik moet zo'n werkbad pakken. Ja. Dus mensen denken daar gewoon dat ik 14 ben of zo. Ja, dat je ook zwemmen is. Maar die kinderen, die hebben gewoon geen besef. Want vorige keer vroeg aan het kind, hoe oud weet je dan dat ik ben? Wat is vroeg oud? 35? Ja, dat had ik gedacht. Oké. Ik ben niet heel blij met me zijn, maar... Ja, en ook één meisje. Ik had toen een kettingje om met een goud kettingje met een M eraan. Mm-hmm. En zijn zus had dat kettingje ook, maar die zus ging trouwen. Dus een jongetje vroeg aan mij, oh juffrouw, ga je trouwen? Wat leuk. Ik zeg, nee, hoezo? Ja, je hebt die ketting om. Mijn zus heeft die ook, die gaat ook trouwen. Oh. Zo van iedereen met die ketting gaat trouwen, weet je. Geen ring, maar een ketting. Nee, ja. Ah, oh, zo schattig. Nee, maar ik had ook, ik word altijd 15 of 16 of zo geschat. Ja, ik ook. Maar dan moet ik overal mijn idee gewoon nog laten zien en bij bioscopen ook. Mm-hmm. Maar soms kan je er wel lekker van profiteren hoor, de bioscoop. Ja. Dan kan je, krijg je zo'n tienerticket. Ja, en dat is volgens mij tot 17 jaar of zo. Ja, en ik bijvoorbeeld dan, ik eet bijna eigenlijk nooit avond eigenlijk. En dan eet ik gewoon tiener brood en snoepjes en dat soort dingen. Maar als ik dan bijvoorbeeld uit eten ga, ik eet niet veel. En als ik dan toch iets wil eten, kan ik hier altijd kinderen niet eten. Ja. Want dan denk ik toch dat ik een kind ben. Ja. Ja. We hebben ook vroeger heel lang gedaan, bijvoorbeeld ging je uit eten en dan het kind was heel voor de prijs of zo. Ja. Ik keek toch altijd 11 als ik 14 was. Ja. Zei ze, hoe oud ben jij? 11? Ja, echt. En ook altijd met de trein of met bus, dat je dan ook zo'n kinderticket kon krijgen. Dat je plaats van 4 euro, 2 euro kon betalen. Ja, vroeger had je natuurlijk nog die stripkaart, had je een groene voor volwassenen en roze voor kinderen of zo. Dan kon je altijd gewoon op de kinder. Herkennen mensen je vaak op straat? Nou, ik heb wel een aantal keer gehad dat mensen naar me toe kwamen. En ik heb ook een paar keer gehad dat mensen met mijn foto wouden. Zo wouden. Wouden. Nee, maar mensen met mijn foto wouden. Maar ik heb vooral heel vaak dat ik achteraf DM's en berichten schrijf van hey, ik zag je, maar ik durf niet naar je toe te komen. Dat heb ik vooral. Ja, ik had dat laatst. Ik ging zaterdag met Miel naar Amsterdam. Ja, dat in je comments gelezen. Ja. Dat je in de leefhuis zag. Ja. Ik heb heel erg gestapt. Nee, maar ik altijd als ik een video kijk, dan ben ik altijd van altijd bij iedereen. En dan denk ik van, eigenlijk is dat achteraf zo raar dat je bent ergens en dan mensen herkennen, maar je weet het. Ja, maar ik heel raar. En ik kreeg ook één keer een reactie onder mijn video. Ja, zit jij op een leeg waterplein? Want ik zie er altijd. Ja, ik heb het ook wel eens gedaan. En toen dacht ik, hoe raar is dat eigenlijk? Dat je dan op school loopt en dat mensen zelfs daar jou gewoon ook kijken. Ja, ja. Ik had wat Ibiza gewonnen toen. Ja. Ik was op Ibiza en toen, en toen zat ik dus in het vliegtuig, was daar een meisje naast me. En toen aan het einde van de rit ging ik gewoon een beetje filmen. Mm-hmm. Toen zei ze, oh ja, ik dacht dat jij was, maar ik kende jullie niet met je stijle haar en zo, bla bla. Zo cool. En ook ging een auto huren en toen was er ook een meisje kwam naar me toe lopen. Ja, jij hebt dit toch gewonnen? Ja, lekker. Welke YouTuber weet je echt ook of zeg maar vaak? Ja, weet je, ik heb gewoon routines. Op maandag was het eerst dat jij niet was. Nou, toen voel jij je nodig om je te verplaatsen naar dinsdag. Dus nu is het altijd maandag Nieke Plas, dinsdag Fleur. En dan beetje kijken. En dan nu is het elke dag Fleur. Elke dag om 4 uur, ik zit klaar hoor. Ik zat gisteren ook van, hallo, waar kan het? Toen zag je eerst, sorry, ik was al. Ja, ik dacht gisteren, ik weet niet waarom, maar ik voelde zo erg als een zondag gisteren of zo. En toen gingen we dus bij een vriendje, zeg maar bij vrienden eten. Mm-hmm.
En toen was het 3:30 en toen dacht ik, shit, ik heb niks. Oh ja. En ook hier in dit huis is de wifi zo slecht voor. Ga je dat ik een video erop zetten. Ja. En toen na 5 uur was het nog steeds maar 40% van de dag. Ja, dat gaat ook niet snel. Hallo. Wil Rosa ook een eigen bedrijfje beginnen? Ja. Zo. Ja. Ja. Nee, ik echt al heel lang hebben mijn zus en ik het idee om een sieradenbedrijf te beginnen. Maar het komt er maar telkens niet van. En dan moeten we weer met Kamer van Koophandel ook dingen gaan doen om in te kopen. En telkens hebben we er nog geen zin in om dat te regelen. Maar we gaan binnenkort wel even zitten. Okay. En dan met mijn moeder er ook bij, want mijn zus is zeg maar niet iemand die er altijd aan kan meedoen, want ze studeert en ze woont natuurlijk niet bij mijn huis. Dus dat mijn moeder dan ook een beetje mee kan doen, maar dan moeten wel alle 3 kunnen en dan... Maar, misschien wil het wel. Ja, ik wil het wel. Gaat het combineren met YouTube en Insta en zo goed met school? Ja. Het is gewoon een beetje, op school heb je gewoon school. En hoort het natuurlijk ook bij vloggen, dus we zijn gewoon aan het leven en dat filmen. Ja, dat is het inderdaad. Maar ik denk wel als je echt bijvoorbeeld een aantal keer per week aparte video's maakt, dat het dan lastiger zou zijn. Yeah. Maar nu is het, weet je, we doen het toch al en het is niet heel veel moeite om het dan 2 seconden ervan mee te pakken op video. Nee, precies. Dus ja. Dat heb ik ook wel. Dat is het meer, denk ik. Met Insta heb ik wel, zeg maar, ik vind het heel moeilijk om een foto leuk genoeg te vinden of zo om erop te zetten. Ja. En dan ga voor foto's maken en dan vind ik ze allemaal niet leuk. En dan denk ik, ja. Ja, ik heb het ook. Ik vind ze dan zeg maar wel leuk, maar niet Insta leuk. Nee, zo, precies. Dat ik het erop wil zetten. Mm-hmm. Maar ik heb meer moeite met Insta foto's maken dan met de video editen. Ja, ik ook. Insta foto's. Ik heb er maar 9 foto's op staan. Ik verwijder altijd weer alles. Ja, dat is echt bij jou. Jij verwijdert heel vaak je foto's inderdaad. Maar dan staat het erop en dan denk ik, dan passen die bij elkaar. Ja, zo, ja. Oh nee, toch niet. Ja. Dan heb ik een bewerking, oh ja, leuk. En dan een uur later kijk ik eraan en denk ik. Ja, ik heb dat ook wel eens. Maar dan. Eigenlijk moet je ze gewoon laten staan. Ja. Maar ja. Ach. Favoriete eten? Ik denk toch al pizza of McDonald's. En dan gewoon McDonald's in het algemeen, niet één gerecht, gewoon McDonald's. Ja, ik vind pasta heel lekker. Pasta pesto, pasta carbonara. Ja. Want je 5 is eigenlijk lekker. Ja, ik vond het lekker. Alleen de patat vond ik iets minder, want ik vond te veel aardappels. Kijk, als we nou die Mac-patatjes erbij hadden, dat was stom. Dat was het lekker geweest. Ja. Deze vraag is wel leuk. Zou je mee willen doen aan een boxing start? En zo ja, tegen wie zou je dan willen strijden? Ik zou er wel mee willen doen. Ja, maar ik vind boxen lijkt me heel cool. Ja, ik weet niet of ik er mee zou kunnen doen. Ik zou mezelf echt verschut zetten op de Ja, week. Maar ik zou er niet tegen kunnen als ik zou verliezen. Nee. En dat is het, denk ik. Nee. En tegen wie, ja, dat maakt niet uit. Dat meisje die heeft gewonnen, die Jessie, die is met Kai. Ja, ik vind het zo leuk. Ja. Houden jullie sieraden om als je slaapt? Ja, ik hou alles om. Echt? Oh, nee, ik doe wel mijn ringen af, maar de rest hou ik wel om. Nee, ik hou alles om, want dan ben ik bang, ik raak het kwijt anders. Ja. Het enige wat ik omdoe is met het douchen, is mijn horloge en deze 2 armbandjes af. En mijn oorbellen uit en voor de rest altijd alles in. Ja, ik doe alleen met slapen om dit af, maar ik douche wel van overal. Ja. Deze, krijgen jullie veel haat? Nou, ik vind dat nog best wel mee van daar. Ik ook. Weet je, vroeger kreeg ik wel echt haat en kon ik ook gewoon niet meer tegen. Toen was er een beetje een taboe op ook. Ja, precies. Maar nu, ja, ik weet niet, eerder gewoon snel inderdaad gewoon commentaar met dat het te veel gaat. Te veel. Ja, ik koop te veel en je ziet er een beetje, je komt verwend ook te veel thuis. Ja, dat heb ik wel. Maar weet je, net zoals, ik had het ook in een andere vlog uit, op een zaterdag of zo. Mm-hmm. Letterlijk het enige wat ik doe is in mijn bed liggen en filmpjes kijken. Ja. Ja, sorry, ik wil best wel in de tuin gaan staan vloggen. Maar ja, ik vind het ook, maar bijvoorbeeld ook, stel ik ben al bij een vriendinnen of zo. Niet, die ouders vragen, hebben niet aan mij gevraagd of die hebben niet toestemming gegeven dat ik in hun huis mag precies, filmen. Precies, ja. Ik heb dan 1 keer toen ik aan het oppassen was wel een stukje gedaan omdat het van die ouders mocht. Maar dat vind ik ook bijvoorbeeld dat mensen zeggen, ja, veel wanneer het oppassen wordt. Maar het is niet mijn huis, het zijn niet mijn kinderen. Nee, daarom. Sorry, maar ik ga daar geen uitspraken dan over doen en dan ga ik het ook niet doen. En ik heb ook bijvoorbeeld bij Jane thuis, waar ik gisteren was, die vindt het gewoon prima. Die maakt zelf ook filmpjes, weet je. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld, weet ik wel, ergens anders ben, niet iedereen vindt het chill om in hun huis gefilmd te hebben. Nee, daarom precies, inderdaad. Ja, bijvoorbeeld ook, ik ben gewoon best wel vaak met Milan en hij wil er gewoon niet op. Ja, ja. Sorry, dan kan ik wel doen alsof ik in mijn eentje ben. Ja. Maar je wilt dan ook gewoon even gezellig zijn. Ja, precies, dat is het. Maar het ook heel vaak, als ik op straat loop, zoals ik aan het shoppen ben of wat dan ook, dan heb ik het soms zo gezellig en dan nee, ga ik naar huis en ik heb helemaal niet gevlogd. Nee. Dan, ja, dan, en dan heb ik wel gewoon echt mijn camera bij me. Ja. Dus dan is het wel, en dan ga ik er ook heen met de intentie van oké, ik ga lekker vloggen. Maar dan vergeet ik gewoon, ja. Ik heb het er ook hoor. Ja. Wat zou je doen met 1 miljoen?
gelijk uit. Ja, ik zou alles kopen. Ik zou weer kopen, denk ik. Een huis kopen, een auto kopen. Ik zou denk ik ook een deel naar goed doen. Dat zou ik doen. Maar dan wel met kindjes of zo. Ja. Ik vind kindjes. Ja. Of diertjes. Zeg maar, ik zou denk ik een huis kopen. Sowieso. Mm-hmm. Ik zou ook een huis voor mijn ouders kopen, denk ik. Ja. Oh nee, want je geld zo wel op eigenlijk. Ja. 1 miljoen is eigenlijk helemaal niet zoveel als je erover na gaat denken. Ja, ik denk mijn ouders wel goed zitten nu weer. Ja. Dat is volgens mij ook wonen. Nee, ik zou denk ik een huis kopen. Ik zou dan alles helemaal mooi inrichten. Mm-hmm. Echt gewoon hoop perfect. Ja. Ik zou, als ik mijn geld over heb, misschien een huis ergens in het buitenland. Ja. Als vakantiehuis. Ja, vakantiehuisje, ja. En ja, ik denk dat het bij mij zo op zou zijn. Ja, dat denk ik. Maar moet wel veel, hè? Maar ja, een huis ja, is ook wel vaak 5 ton, ja. 6 ton of zo. Ja. Ja. Mm-hmm. Sowieso een designer tas kopen. Ja. Ik zat te denken, sommige mensen hebben met die loterij gewoon 2,5 miljoen gewonnen. Mm-hmm. Hoe chill zou dat zijn? Maar ik wil ook een keertje naar die zaal ook eruit gepikt worden om zo'n koffertje open te maken. Stel dat je er echt niet 2 of 5 miljoen in of zo. Zo, dan heb je geluk. Deze heeft gehaald iets van 4 ton of zo. Ja. En dan zegt ze, ja, daar kan ik wel een mooie badkamer hebben. Ja, dan zeg je, ik wel een mooie badkamer verbouwen. Daar gaat het van over hoor. Ja, dan kan je een nieuw huis gaan kopen. Ja. Maar inderdaad, kan je dus goed een nieuw huis kopen in plaats van een nieuw badkamer. Ja, en nu is het net een mooie badkamer. Ja. Nou, dit was de video. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden. Deel 1 staat bij Roos op haar kanaal. Ik zal het even in de beschrijving zetten, maar als het goed is heb je die al gezien. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je het leuk vond. En te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei doei!